What up? Dus het is weer al een tijdje geleden dat ik een YouTube-video heb gemaakt. Ik heb besloten om deze keer een Nederlandse YouTube-video te maken, om eens te kijken hoe dat voelt en hoe jullie dat vinden. Dus bij deze, dit wordt een Nederlandse YouTube-video. We hebben vandaag een 6-rep max gepland. Lode, Imad, Chill en ik gaan allemaal een 6-rep max squatten. Ik weet nog niet precies welk gewicht dat gaat zijn. Het gaat tussen de 160 en de 170 zijn. Voor iemand gaat het tussen 170 en de 180 zijn. En voor Jill en Lode weet ik het nog niet zeker. Dus we gaan wel zien hoe dat het loopt vandaag. En ik ga ook, terwijl dat ik aan het filmen ben voor een YouTube-video, livestreamen. Ik ben recent begonnen met livestreamen op Instagram. En ik vind deze eigenlijk best wel leuk. Dus ik ga dit veel vaker doen voortaan. Altijd als er een leuke training is, ga ik voortaan proberen te livestreamen. We gaan het gewoon doen in mijn home gym vandaag. Dat gaat wel leuk worden. Ik ga nu mijn eerste meal maken. Voor mijn eerste meal ga ik een banaan hebben met een shake dat ik recent heb leren maken. Ik dronk al een tijdje geen proteïneshakes meer omdat ik er altijd misselijk van werd en een opgeblazen gevoel van kreeg. Maar op deze manier heb ik er niet zoveel last van en vind ik het ook heel lekker. Dus wat doe ik? Ik pak een beetje van deze Nescafé Gold. Ik doe een bodem in mijn shaker. En ik doe daar kokend water bij, een heel klein beetje maar, gewoon zodat de koffie kan oplossen. Echt een bodemtje bodemwater maar. Dan pak ik mijn proteins. En doe ik een grote scoop protein in mijn shaker. Dan pak ik melk. En doe de shaker vol. Zo. Dan shake je het gewoon en dan heb je een super lekkere koffieshake dat echt de moeite waard is om eens te proberen. Oké, dit wordt mijn eerste meal. Geen grote meal, omdat ik net wakker ben. En als ik net wakker ben, kan ik niet zo heel veel eten. Dus gewoon een banaan en deze shake. Iemand is zich nu aan het opwarmen. Ja. Hoe voelt u vandaag? Ik voel me wel sterk vandaag, man, maar je weet, ik heb niet gegeten, niet gedronken. Ik ben aan het vasten al een week lang. Maar Ramadan. Lukt wel. Lukt wel, lukt wel. We gaan zien waar onze kracht is vandaag. Ja. We zijn er alles aan het doen zodat hij nog zijn gewicht onderhoudt in de Ramadan. Normaal gezien verliest iemand ongeveer 10 kilo in de Ramadan. Nu gaan we ervoor zorgen dat hij gewoon op zijn 83 kilo bodyweight blijft. Ah, man, de wind nam me mee vorig jaar. Dus nu gaan we ervoor zorgen dat hij in de min 83 klasse kan blijven en niet al zijn kracht verliest. Dus we doen dit op een manier van, hij eet 3 keer. Dus vanaf rond 9:30 mag hij beginnen eten. En dan eet hij een grote maaltijd dat zijn moeder klaarmaakt voor hem. Om 11:00 eet hij nog eens. En dan om 's nachts staat hij op om te eten. En vlak voordat hij gaat slapen moet hij een grote shake met 100 gram havermout, volle melk. En daardoor... Ik zeg jullie eerlijk, die shake is fucking vies. Het is fucking vies, maar het zorgt er wel voor dat hij zijn gewicht kan onderhouden. Die shake heeft ongeveer 1000 calorieën. En dat zorgt ervoor dat hij boven de 3000 calorieën blijft. En dat is wat hij ongeveer nodig heeft om zijn gewicht te onderhouden. Dus hij is al wel een klein beetje afgevallen, omdat hij een klein beetje over de... Hij was een beetje over de 85 aan het gaan. En nu willen we proberen tussen de 82 en de 84 kilo bodyweight te blijven. Dat is de goal voor nu. Door de coronamaatregelen kunnen we niet met z'n allen samen deze training doen. En iemand wou het liefst in de ochtend komen, omdat hij dan nog zijn eten heeft van gisteren nacht. Dus Lode, Jill en ik gaan samen onze sessie doen. En ik ga iemand spotten en helpen voor zijn attempt te kiezen voor zijn 6-rep max. We kunnen niet met z'n allen omdat dat tegen de maatregelen is. Hier in Geel mogen wij met 3 mensen sporten, maar onze afstand houden. Dus dat gaan we proberen te doen. En iemand is vandaag alleen, dus ik ga hem alleen moeten spotten bij zijn 6-rep max. Ik heb geen spotters nodig, man. We gaan zien. 140 kilo. 3 schijven van 20 kilo per kant. Goeie. Alles wat ik heb gekregen, die shit krijg ik niet. Oh, it's cool, pay yourself, my nigga, just swing.
175 kilo. Dit is zijn laatste opwarmer. Hieruit gaan we besluiten wat hij gaat doen voor zijn topset van 6 reps. Normaal gezien gaat deze tussen 170 en de 180 liggen. We hopen alle twee natuurlijk op 180 voor 6. Het gekke is, 3 maanden geleden deed iemand 170 voor 1 rep. En nu zou hij proberen 180 voor 6 reps te doen. Dus 10 kilo meer op zijn 1 rep max voor 6 reps. Dat zou wel sick zijn, Max. Dat is echt niet normaal. Echt gekke progress gemaakt over de laatste weken. Maar hij heeft ook hard ervoor gewerkt. Iemand moet elke dag 35 minuten heen fietsen naar mij om te trainen. En dan 35 minuten terug. Maakt niet uit of het regent, iemand staat hier. Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben alleen maar met mensen dat always believe to me. Iemand heeft besloten dat hij voor de big 4 plates wil gaan, 180 kilo. 180 kilo voor 6. Om eerlijk te zijn, als hij er 5 haalt, zou ook al heel goed zijn. Maar we gaan toch proberen voor 6 te gaan. Ik ben maar alleen op te spotten, dus hij gaat goed bij de bar moeten blijven. Hij mag de bar niet op mij laten vallen. As to the girls. We hebben voor de zekerheid hebben we toch nog matjes gelegd. Maar hij gaat sowieso bij de bar moeten blijven. Ik ga hem moeten backspotten, dus hopelijk haalt hij het. Alles of niks. Go on, man. Let's go. That's what the boy. Hier gaat de 6 man. Let's go. We gaan op alleen maar op cash geen pin. Je moet deurder mij te beginnen, wat ze weten zelf dat ik altijd win. Let's go. Alleen maar op cash geen pin. Je moet deurder mij te beginnen, wat ze weten zelf dat ik altijd win. Let's go. Voor mij. Alles wat ik heb gekregen, die shit krijg ik niet. Let's go. But do it yourself, my nigga, just wait and see. Let's go! I'm only my friends that always believe in me. Let's go! What do they want? 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 Dat trillen ze. Nu wordt iedereen een tune, dus doen we dat ook. Maar broertje, we killen ze. Dat is dom. Dus ik maak het voor fun. Voor 5. Voor 5, niet voor 6. Maar ja, je gaat het. Koud. Pijn aan mijn onderrug. Hoe in het van. In het van. Ja, man. 180 voor 5, 6 de net niet gehaald. Ja, man. Lekker bezig. Dit, 10 kilo minder dan dit was 3 maanden geleden, uw max. Ja. Je doet dat nu voor 5. Eerlijk zeg, schema van Cedric heeft me veel geholpen. Als jullie schema nodig hebben, jullie weten wie jullie moeten contacteren. Oké, iemand heeft net klaar met zijn squats. Ik ga nu mijn tweede maaltijd van de dag eten. Wat gewoon witte rijst met curry gaat zijn. Normaal gezien zou ik iets van proteins hieraan toevoegen. Maar vandaag, omdat ik een zware training heb, ga ik geen proteins toevoegen aan mijn eten. Zodat mijn maag vol zit met carbs, wat ik allemaal kan gebruiken als fuel voor mijn sessie van straks. Het enige wat ik ga doen is extra zout toevoegen, veel zout, zodat ik geen krampen krijg straks. En een klein beetje knoflook om het lekker te maken. Zo. En dit gaat waarschijnlijk mijn laatste maaltijd zijn, misschien straks nog een banaan. En ik ga heel veel water drinken, zodat ik me goed gehydrateerd ben voor mijn sessie straks. We zijn ons slowly aan het opwarmen. We zijn nu bij 60 kilo. Vanaf 140 kilo ga ik ook de livestream aanzetten. Ik voel me al best goed vandaag, denk ik. Ik heb niet te veel last van mijn schouders of elleboog, waar ik de laatste tijd al wat vaker last van heb. Ik heb wel nog altijd een klein beetje een pijn aan mijn heupbuiger. Ik weet niet hoe dat komt, ik heb het al een tijdje, maar ik moet deze week niet veel squatten buiten deze set aan en hopelijk zal het daarna dan wel beter zijn. Ik wil zo'n stoel verdiend. Die boys zeggen dat ze me gunnen, dat is een leier, wordt geskind. Ik heb dat verdiend. 130 kilo aan de bar. Hoe voelt je vandaag, Loden? Feeling good. Feeling good? En hoe voelt jij je vandaag, Chil? Zullen zien, hè? Zullen zien. 60, 170 is zo'n beetje het doel vandaag. Ja. Fucking nice zijn, aangezien ik zo een beetje suck in reps. Ja, inderdaad. Warm up max is altijd veel beter. Ja, klopt. Ja, Loden is daarentegen wel goed in veel reps doen. Soms denk je, deze laatste rep en kan hem er nog 3 extra doen.
Dus 170 we zullen zien. Hè. 170 is de goal voor ons allemaal vandaag, maar we gaan het een beetje moeten zien. Alles wat ik heb gekregen, die shit wil ik niet. Ooit doe ik face off, maar nu ben ik sway en zie. Ik ben alleen maar met mensen that always believe in me. Tell me, what do they want? 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 Lol en ik hebben beide er een set van 5 van gemaakt in plaats van 6. Ja, bij mij was het even scary. Ik verloor mijn evenwicht op mijn laatste rep. Klein beetje gemisgroefd die laatste rep, maar desondanks denk ik niet dat ik een 6e rep had gekunnen. Heel misschien had ik die kunnen grinden als ik niet mijn evenwicht had verloren. Joe gaat nu zijn attempt doen voor een 6 rep max met 170 heeft hij besloten. Dus we zullen zien hoe deze loopt. De training voor vandaag is afgerond. Jammer genoeg hebben we allemaal maar 5 reps gehaald, maar ja, zo gaat dat nu eenmaal bij een 6 rep max attempt op RPE 10. We hebben ons allemaal een klein beetje overschat, wat niet uitmaakt. Ik denk dat het voor ons allemaal een grote confidence boost is.
IMAT zijn 5 rep max hiervoor was 165, dus dat was een 15 kilo per jaar voor 5 reps. Lode zijn beste set van 5 was 160. Mijn beste set van 5 was denk ik met 160. Dus allemaal big PR's. Voor Gilles was dit ook een heel grote PR, want hij deed 170 voor een dubbel normaal. En nu doet hij dat voor een set van 5. Dus het is een big win. We gaan nu nog met z'n allen samen eten. En dan, ja, morgen is het de bench 5 rep max. Dus we zullen wel zien hoe dat gaat. Post-workout meal arrived. Hoe is het? Hoe is de pizza loden? Very good, man. Very good. Alright. Oef, barbecue chicken en quattro formaggi. Echt grote pizza's. God damn. Hier gaan we morgen goed van kunnen benchen, denk ik.